ik sta hier naast twee dames die vandaag het podium opgaan. Waar zijn jullie van? Wij zijn moeders. Ik heb een thuiszittende zoon, die kan niet meer naar school. Die wordt ziek van school. En ik heb een vastloper. Mijn dochter loopt vast in, die zit nog wel op school. Maar het onderwijs heden ten dagen is heel erg saai. En het biedt geen ruimte aan de creativiteit die kinderen in zich herbergen. En als ouder word je vrij snel gestigmatiseerd. Je zou geen goede ouder zijn als je je kind thuis hebt of de signalen van je kind serieus neemt. Ik zie de kantoren om ons heen. Kinderen zijn geen ambtenaren. Kinderen willen niet op kantoor zitten. Nee, die willen bewegen en die willen ontdekken. En die willen gewoon buiten zijn en kunnen spelen. En dat is er gewoon helemaal uit. Oké, nou laten we dan hopen dat met deze demonstratie dat er eindelijk dan eens een beetje verandering gaat komen dan. Ja, daar gaan we voor. Ja. Dan wens ik jullie nog heel veel succes hiermee. Ja, dankjewel. Dankjewel voor het interview. Met je nieuwe bedrijf. Ja, inderdaad. Hartstikke bedankt. Komt strak van het Rutte ding. De vent is niet meer geinig. En dat geweest ook. De waarheid wat er nu uitschiet. Mark Rutte handelt niet rechtlijnig. De 6 miljoenen mensen voelen elk klein stukje graaien. Don Axel. Geweld gebruikt, er wordt continu geweld gebruikt. Nou, we staan hier midden op het plein en volgens mij zijn we niet de enigste die het gelukt is. Ja, de politie praten, maar zo beveiligd is het dus, het systeem hier in Den Haag. Etiketjes afgedaan en gewoon wandelend gekomen. Nou, geen probleem, net als toerisme. Een goede beveiliging dus, maar niet juist. Ja, inderdaad, maar niet juist. Ja, ik wilde nog daar bij de ingang vragen wat ze daar aan het doen zijn. Maar toen dacht ik, laat het maar. We weten het al. Ze zeiden van dat overal was afgesloten. Zowel de hele stad, je mocht niet de stad in. Je mocht alleen maar via van Malieveld naar Centraal. En daar mocht je het zelf verder uitzoeken. We zijn, zoals je kan zien, hier op een binnenhof. Dus ja, zo goed beveiligd. Is het eigenlijk ook weer niet. Ik zie dat in de hoek al een heleboel een EJ'er staan en mensen die gaan bespreken van hoe gaan we de mensen weer wegkrijgen hier zo. En we blijven even op een afstandje kijken en volgen. En we zien wel wat gaat gebeuren. Ik hoop niet dat we zoals vorige keer ook werden meegenomen.